De politie heeft gisteren een 32-jarige inwoner van Waalre opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gemeentehuis in juli vorig jaar. De man is vandaag wel weer vrijgelaten, maar hij blijft verdachte in de zaak. Op 18 juli vorig jaar brak er brand uit in het gemeentehuis van Waalre. De politie ging meteen uit van opzet. Onbekenden waren met twee auto's midden in de nacht het pand binnengereden en daarna vloog het gebouw in brand. Het gemeentehuis, geopend in 1929, ging grotendeels verloren, tot afschuw van de inwoners van Waalre. Meteen werd gewezen naar het woonwagenkamp. De bewoners daar hebben een conflict met de gemeente over het bestemmingsplan. En dat zou dan misschien wel het motief kunnen zijn. Maar zij ontkennen ten stelligste iets met de brand te maken te hebben. En op de redactie is verslaggever Alice van der Plas. Ja, Alice, wat kun jij nog meer vertellen over die arrestatie? Nou ja, de man is in ieder geval weer vrijgelaten. Dus echt lang heeft hij niet vastgezeten. De politie benadrukt dat hij nog wel verdachte is in de zaak. En de rechercheurs zijn zijn rol bij de brandstichting nog aan het onderzoeken. En het is eigenlijk het eerste zichtbare resultaat wat de politie boekt na een half jaar onderzoek waar ze met 40 rechercheurs aan werken. Lange tijd ernaar het onderzoek gedaan. Verder willen ze dus ook niks kwijt. Nee, ze houden de lippen echt stijf op elkaar. De politiewoordvoerder wil zelfs geen interview geven. Deze zaak is gewoon te gevoelig en ze zijn gewoon te bang dat ze iets verkeerd zeggen. Ja, er wordt al heel erg lang dat kamp gewezen, hè? Dat is de beschuldigende vinger. Maar ja, er is natuurlijk nog steeds geen zekerheid. Nee, er is nog steeds geen zekerheid. We hebben natuurlijk wel het verhaal gehad dat de NOS onlangs naar buiten heeft gebracht. Dat het OM eigenlijk gewoon weet wie de daders zijn. Dat woonwagenbewoners zijn in het Brabantse. Er is een vluchtauto gebruikt die eveneens... Die auto werd eveneens gebruikt op een kamp in de regio Den Bosch. Maar het OM kan het bewijs niet rondkrijgen, zo zegt de NOS. Ja, lastige zaak. Nou is deze man dus ook alweer vrijgelaten. Nog wel verdachte, maar dat klinkt niet echt hoopvol. Nee, ja, je ziet natuurlijk wel vaker dat verdachten worden vrijgelaten en dat ze wel verdacht blijven en dus later weer opgepakt kunnen worden. Maar ja, het klinkt niet erg hoopvol, nee, als je verdachten gewoon één nacht kunt vasthouden en hem daarna weer vrij laat gaan. Nee, nou, we gaan het uiteraard volgen. Alice van der Plas, in ieder geval vanaf de redactie, dank voor je toelichting.